Ik denk dat het belang van krachttraining soms ook wordt overschat in high-volume programs. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in Parijs, roeien met Matthias Verstralen, de Olympische Spelen in Parijs naderen. Op wie moeten we allemaal gaan letten? De Nederlandse roeiplog staat er in ieder geval klaar voor. Wat kunnen we leren van hun aanpak? Welke rol spelen wetenschap en innovatie bij het roeien? We vragen het onze special guest en embedded scientist bij de Roeibond, Matthias Verstralen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge, hey. goedemorgen. Goedemorgen. Of zeggen we in dit geval bonjour. <laughs> <laughs> welkom. Ja, welkom. We zijn op weg naar Parijs. Onze eigen ja. Road to, to Paris. Olympische Spelen dit jaar in 2024. Van 26 juli tot drie weken later, begin augustus. En uh, we hebben een mooie serie bedacht. Ja. Om eens te kijken hoe we straks in Parijs. met nog meer kennis en interesse. allerlei verschillende sporten gaan uh, kijken. Ja. En daarvoor hebben we vandaag een bijzondere gast bij ons. Laten we hem gelijk maar even welkom heten. Live vanuit het Roeibondcentrum Centrum in Amsterdam. Aan de Amsterdamse, in het Amsterdamse bos. Matthias Verstralen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, welkom Hoi, in de Slimme Versteren podcast. Fijn dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn om. Uh... Om jullie te ontmoeten. Ja. Jazeker. Jij bent een embedded scientist. Ik ga zo Jurgen weer eens even voor zijn voeten gooien. Vertel onze luisteraars eens even wie Matthias is. En, uh, maar in jouw rol kijk jij naar de wetenschap. Net zoals Jurgen dat voor onze podcast doet. En ga je kijken welke wetenschap ga ik naar binnen halen in onze programma's. En in die zin zijn we dus heel benieuwd om van jou vandaag te ontdekken. Wat zijn voor jou de hot topics in de topsport waar je iets mee gaat doen op weg naar Parijs? Jurgen, Matthias Verstralen. Ja. Wie is die man? Wie is die man? Ja, dat hoop ik van uh, Matthias zelf te horen. Nee, kijk, het roeien staat natuurlijk ontzettend goed op. Hè? En ineens is er ook veel aandacht voor. Ook veel uh, de media zit er ook op. Want daar is van alles uh, ja, vernieuwd, veranderd, verbeterd, geprofessionaliseerd. Ja. En ook, dan wordt er ook wel benoemd de rol van de embedded scientist daar. En de, de, de fysiologen. En dan wil ik eigenlijk wel eens weten van uh, ja, wat hoezo? Wat hebben zij dan voor nieuwe kennis binnengehaald? En ja. Uh, nou ja, uh, 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 en waarom Matthias? Omdat ik uh, weet dat hij in ieder geval samenwerkt met, uh, met de vuur op een aantal projecten. Uh, een leuke podcast van hem geluisterd. En ik denk, ja, dit is wel een. een, een toffe gast. Ja. Zoals de Vlamingen zullen zeggen. En, uh, dus, ja, want het is een Vlaminge. Ja. Hebben we al een beetje kunnen horen. Hij is en, opgeleid ja, als, en als en kiné, zeggen ze dan in Vlaanderen. Ja, hè? Als, als als kiné, als ja dat is. Dus uh, ook dat. Uh, en eigenlijk, nou ja, ik moet dan we al een beetje. Hij komt gewoon uit de triathlonwereld. Dus ook dat nog. maakt het ook wel. Uh, ja, mooi bruggetje. Ja. ja, ja. ja. Bewegingswetenschapper inmiddels, uh, Matthias. En nu bij de roeibond. Hoe, hoe lang zit je daar al, Matthias? Wel bijna twee jaar. Ik uh, ben uh, 1 maart... Uh, 22 uh, begonnen. Dus uh, ik uh, ben bijna twee jaar, uh, twee jaar in dienst bij de Roepond. Ja. 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 Uh, in de tijd dat het allemaal weer crescendo gaat. Hè. Ik weet dat we in mijn jeugd uh, haalden we veel goud op de Olympische Spelen. Volgens mij ging het toen wat minder. En toen vanuit, uh, vanaf 2018-2019 uh, zit de boel weer in de lift. Ja. Met enorm veel WK-medailles. En uh, nou ja, nu kijken hoe dat in Parijs gaat. Ja, de laatste WK volgens mij uh, ja, de, de, het best presterende uh, roeiland gewoon. Ja, we nou, zijn gewoon toproeiers. Ja. Matthias, zijn we nog iets vergeten in jouw achtergrond? Wat belangrijk is om uh, te weten hoe jij uh, op dit moment bij die roeibond kijkt. Ben jij bijvoorbeeld zelf ook wel eens roeier geweest? Nee, ik ben zelf helemaal geen roeier geweest. <laughs> ik, uh, heb, uh, ik, het, wat ik nu tegenwoordig eens doe, is af en toe wel op een uh, roeiergometer kruipen om toch ergens het, uh, het idee en het gevoel daar al uh, vandaan te halen, uh, omdat maar gewoon ook uh, nou, ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Ja. En, uh, maar ik, ik ben buiten op een, in een of andere meer toeristische vorm qua roeiboot. Ben ik erg nog nergens in een, uh, een officiële roeiboot ingestapt. Nee. Maar uh, die interesse is er zeker wel om nou, daar ook eens een keertje is een, is een keertje me, ja, de tijd aan te spenderen. Eigenlijk. Ja, 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 ja. Nou, ja boeiend. boeiend. Um, om het gesprek een beetje op gang te brengen, uh, heeft Jurgen iets leuks bedacht. <laughs> en ik ben daar fan van uh, als vorm uh, voor deze gesprekken. We hebben een aantal stellingen geformuleerd. Nou, ik moet credits geven. Wieke. Jurgen heeft een aantal stellingen geformuleerd. En we willen je die nu eerst voorleggen. En je mag ze alleen met ja of nee beantwoorden. Super oh, lastig. Niet. Voor de wetenschap natuurlijk, maar al die nuance ja. Ja. die komt daarna wel. Dan weet jij een beetje welke, uh, waar, welke richting het gesprek zal gaan en de, en de luisteraar uiteindelijk ook. En exact. Waar, ja, dan gaan we daarna even daar dieper op in. Ja. Zullen we er uh, om de beurt eentje doen? Jurgen? En de eerste, ja, die, wil ik, die heb je al een beetje verklapt, maar die ben ik toch benieuwd. Een embedded scientist bij de roeibond hoeft niet te weten wat de boeg of de slag is. Oh, zeker wel. Wel, moet dat wel weten. Je houdt ja. het bij, maar Dan kunnen we er later ja. op in. Oké, okay, heb ik er nog één? Uh, klassieketje, clichéetje. Mag je kijken wat je zegt. Roeien is en blijft nog altijd een beetje een studentensport. Uh, zeker. Oh, ja. mm -hmm. onverwacht. Zeker, oké. Okay. <laughs> ja, Stelling niet drie. Niet verklappen, ons. Roeien uh, doe je met je benen. Ja, en deel 2 ja, hebben, hebben we die ja, ja, en deel 2 eigenlijk van dat punt, omdat het hetzelfde onderwerp gaat. Mathieu van der Poel zal het op de ergometer nog lastig krijgen tegen de Holland achterroeiers. Ja, absoluut. Aha, en hmm. ja. Dan over trainingsaanpak. Een, een goede roeier kan in elke boot uit de voeten. Absoluut. Ja. Dat is ook een ja. Oh, allemaal ja's race Jurgen? Ja, een negative split is goud waard. Oh, dit is voor mij echt, uh, dit is een moeilijke. Maar ik ga hier, uh, um, nee, hier ga ik op antwoorden. Ah, kijk, dan vinden we meteen een onderwerp waar we de diepte in kunnen. Dan, over wetenschappelijke innovaties. Er bestaat geen beter bakpoeder dan Zweeds bakpoeder. Absoluut. <laughs> Ja, deze had ik er ook nog bijgezet. gezet. Die, ja. uh, de 3D-echo is mijn beste onderzoeksmaatje. Oh nee, helemaal niet. Mm, Oké. Okay. Helemaal niet. En dan de laatste. Nu is Nederland nog het beste roeiland ter wereld. Maar over tien jaar zou dat België wel eens kunnen zijn. Dat denk ik niet. <laughs> Lastig, hè? Denk ik. Ja, nou goed. Daar komen we op het einde van het gesprek misschien wel aan toe. Eens even kijken. Uh, ja. Laten we ja. bij het begin beginnen. Ja, die embedded scientist die uh, zelf nooit geroeid Precies. heeft, maar toch zeg je op de stelling, ja, maar je moet wel even weten wat de boeg of de slag is. En nog bij ons, ja, we daar beginnen. Waar, wat is de slag en wat is de, de boeg ja. dan? Uh, kan je Matthias? ons even inwijden in de basiskennis roeien? Oh, dat is voor mij ook altijd zo'n trigger. Nee, ja, de slag is iemand die, uh, die, in, in, on, die dan meer achter in de boot zit en die het ritme aangeeft uh, van de boot. En. Uh, en zoals wij vaak zeggen, de, de boegplek is toch iemand die, die de boot meer, meer recht houdt, of zo. Dus dat is een, een, heel, andere, een heel andere rol. Oké, okay, Dus dit zijn termen uh, die de iets zeggen over is, welke rol je in de boot hebt. Ja, en de slag is ook de persoon die je met z'n allen kan zien, snap je? Dus uh, dat is ook gewoon ja, iemand die het ritme aangeeft dat. Vanuit, een, vanuit het ritme van het roeien, maar ook het, het visuele beeld heeft natuurlijk. Ja. Um, <clears throat> terwijl de boeg heeft niet heeft daar kijkt, uh, die kijkt vooral op al de rest natuurlijk. Dus dat is uh, die Ja, en, en hebben in, in sommige is, disciplines nog een stuur in de boot zitten natuurlijk. Ja, in één Olympische discipline heb je nog een uh, iemand die. Dat is de Holland de boot, 8, of uh, de 8, hè? In toch? de in de acht, ja, ja, klopt. Heb je iemand die de die de boot tussen de twee ballenlijnen moet kunnen houden. Ja. En betekent dat dat daar de slag minder, uh, min, min, minder belangrijke rol heeft? Omdat die wordt overgenomen eigenlijk door, uh, door die persoon? Nee, dat is, die rol is heel anders. Hè? Dus het sturen is echt sturen natuurlijk. En hij is nog altijd wel het belang van het ritme ja. aan te geven vanuit, de, vanuit het roeien uh, op zich. Maar verder... Um, is er meer een, 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 een aansturende functie voor een uh, stuurman of een stuurvrouw? Maar dat is dan meer met verbale cues natuurlijk. En het, uh, vanuit een slagman is er toch meer het, het ritme ja. dat, er, uh, dat er wordt aangegeven. Dus dat is toch een beetje een verschillende rol. Ja, want hij is... Je zou het kunnen zeggen vanuit een leidinggevende, een leidinggevende rol. Maar dat is ook een beetje te veel gewicht gaan hangen aan al die verschillende plekken. Ja. Okay. Het, is toch, uh, gewoon, het blijft gewoon een sport die je met z'n allen uh, samen moet uitvoeren. Ja. En Matthias, wat bij de ene plek ook niet belangrijker is dan de andere. Ik wou zeggen, hebben mensen vaste plekken in een boot? Of is, is, is het bij wijze van spreken loodjes trekken, roleren, of, of juist uh, bewust wisselen? Wie, hoe, hoe werkt dat? Er, is zeker ook een, uh, ja, er wordt zeker ook in gewisseld. De fysieke belasting van een slagroeier is vaak iets hoger dan de van een boegroeier. Um, Helder. hoeft ook niet altijd zo te zijn, maar er is wel een beeld dat... Uh, uh, dat je vaak ziet in, in fysiologische data, in, gewoon in hartslagdata, heel eenvoudig. Maar uh, er zijn zeker ook atleten die net uh, iets gemakkelijker, uh, hoe wij de noemen, druk kunnen opbouwen op een bepaalde plek. Ja. Ten opzichte van een, uh, ja, een andere plek in de boot, die zich daar iets, uh, iets meer hun ding in kunnen doen. En dat is wel waar je soms ook naar op zoek gaat: van hoe kan iedereen toch maximaal reneren in een boot? Um, ja. Dat is zeker iets wat... Uh... Daar ben ik ben toch benieuwd. Ja, kan straks, het zo ja. zijn dat straks in Parijs de, de volgorde dus van, de, van de vier... Zelfs de twee of die acht... Verandert tussen de halve finale en de finale? Nee, dat zeker is... niet. Nee. Dus is dat is iets wat je trainingen. Ja, dus in het trainingsproces ga je kijken... Um, hoe dat iedereen gewoon maximaal rendeert. Ik denk dat dat in heel veel andere sporten ook het geval is. Hè. Denk maar even aan het wielrennen, het baanwielrennen bijvoorbeeld... Of ook gewoon in een uh, ploegentijdrit in, in, mm -hmm. in, 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 in het wielrennen op de ja, weg. Ja. Dan ga je ook gewoon kijken hoe iedereen maximaal rendeert op een bepaalde plek. Of ja. wie zit je achter welke persoon. Eigenlijk het, het concept kan je daar eigenlijk ook wel veel ja. mee vergelijken. Of in de teamspring bijvoorbeeld. Je zoekt toch naar specifieke capaciteiten van een bepaalde atleet ja. in, in de juiste volgorde. En dat is, uh, dat is in het ploeggroeien eigenlijk net hetzelfde. Maar dat gaan, dan ga, zie ik, ik toch meteen ook verschillen, want daar gaat het om aerodynamica met name, hou elkaar uit de wind. En je ja. wisselt ook wel weer af, hè, bij, ook bij een ploegen tijdrit. En in, ja. in dit geval is het niet aerodynamica, maar heeft het dus, ja, oh, het oh. Is, is dat een aanname of weten we dat? Is speelt aerodynamica ja. een rol bij roeien? Oh, aerodynamica. Het, het zeker weten, want uh, je moet. Uh, ja, op dat vlak heb je twee verschillende componenten. Natuurlijk, de, de snelheden van de boot zijn niet per se heel hoog. Ik zeg altijd: roeien kan je qua snelheden vergelijken met hardlopen. Mm -hmm. okay. Zowel in de rustige duurtrainingen als in, in snelle trainingen. Dan zit je toch in het ban, gewoon in de bandbreedte uh, 12 tot 22 km per uur eigenlijk. Ja, ja, ja en dan zit je um, dus nog diep onder de 30, 40 km per uur, waar aerodynamica echt een ding wordt in het wielrennen, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Maar wat uh, component wind speelt, uiteraard. Uh, een rol waar dat, dat effect kan versterken. En wat heel veel is: um, uh, roeien is een heel cyclische sport, mm -hmm. maar de lichaamsbeweging doorheen een boot, je ziet ook in het oprijden naar voor, vooraan in de slag en, en, en weer uittrappen. Daar, die snelheid is uiteraard anders dan de snelheid van de boot natuurlijk. Ja. En daar speelt hoogstwaarschijnlijk aerodynamica ook een heel grote rol. Is er is relatief weinig over gedocumenteerd. Ja. Um, maar is dat niet juist? Maar dat is wel iets wat ons, uh, wat ons zeker naar de toekomst ja. toe extreem, uh, extreem boeit. En, en maar... zou het zo simpel kunnen zijn dat je dan eigenlijk de kleinste voorop wil hebben, en hoe, dat je als het ware van, van nature een soort puntvorm in je, in je boot krijgt? Mogelijk, dat is niet iets wat ons nu op dit moment uh, bezighoudt. Bezig, nee. Uiteraard heb je wel een beetje positie van, uh, van een stuurvrouw bijvoorbeeld. Je gaat het zien in wedstrijdbeelden. In een training zitten die vaak nog iets comfortabeler rechtop. Maar in een wedstrijd gaan ze zich toch vaak meer uh, uh, letterlijk bijna in de boot gaan kruipen. Ja. Um, maar het fysieke, het fysieke primeert natuurlijk nog steeds. Dat, uh, um, ja, in de positionering van atleten dan gaat het ook echt wel over. Kan iedereen voldoende zijn, zijn ding doen en, en bij, bijdragen aan het, ja, aan het vermogen leveren ja, in de belangrijk. boot? Ja, dat is belangrijk. En er zit meer dan in wielrennen wel. Een, uh, een coördinatief verhaling. Hè? Ja. Dus in, in het roeien is het vaak ook um, heel, heel eenvoudige dingen, kan je met heel veel sporten vergelijken? Of soms met tekenen. Ook heel veel mensen kunnen gewoon heel mooi tekenen uit zichzelf. En andere mensen kunnen ook gewoon goed natekenen. Dus ja. eens een figuur of een voorbeeld hebben, zijn ze gewoon heel goed in iets te reproduceren. Of in het volgen van een bepaald ritme, bijvoorbeeld. Dus die kwaliteiten liggen daar dan ook gewoon. Uh, ja. Uh, liggen ook gewoon heel anders. En je zegt eigenlijk die eigenschappen zijn veel belangrijker om te bepalen wie we in de boot zetten dan of jij iets groter of iets kleiner bent uh, dan, je, dan je collega. Ja, niet per se wie we in de boot zetten, maar wel de ja, de, wel plek, de plek. De wie we ja. waar zetten, ja, sorry, ja, ja dat wordt ja, ja, veel weg. Zien. Even nog voor Maar dat we, is ja? daar nog heel even kort over. Dat is vooral iets waar bij ons uh, de roeicoach... heel veel mee aan de slag gaat. Hè. Dus um, als een bereid scientist heb ik echt een on ondersteunende rol. Uh, ik ben niet alleen trouwens, we zijn met een aantal collega's die de, de titel Embedded Scientist hebben. Daar, daar hebben we het misschien zo ook nog wel even over, wat die titel wel en niet zegt. Ja. Maar ze hebben echt een ondersteunende rol naar de roeicoach toe, die echt ook vaak veel meer ervaring heeft uh, in de roeisport. Uh, ik werk samen met Diederik Simon, die zelf heel wat medailles heeft gewonnen. Ja. En ik probeer hem daar vanuit het fysiologisch aspect en eventueel ook in, in, de meer, in, brede, in het brede plaatje te adviseren in wat ik zie in de data en dan kan hij ermee aan de slag gaan van uh, ja, uh, ja, ja. oké okay, dan gaan we die en die persoon eens een keertje wisselen bijvoorbeeld ja precies nee jij bepaalt niet vanuit de wetenschap nee. wie waar komt te zitten nee, nee helemaal nee helemaal niet nee, nee, maar jij krijgt wel de data binnen denk ik van van ja. de hartslagen en misschien uh, meten jullie kunnen jullie vermogen echt meten ook tijdens het roeien of gaat dat alleen maar bij een uh, een, een, een ja, wat, ergometer? Wat, wat heb je aan ja. data is de vraag eigenlijk ja, het is de, de grootste uitdaging in de roeisport, is om beter vermogen te kunnen meten. Er hmm. zijn, uh, zijn systemen die we daar uh, zeker voor gebruiken. Um, maar de complexiteit van het roeien is, is je hebt, uh, um, zoals in de biomechanica, zeg, meer um, externe punten waar krachten op ingrijpen. Dus je levert niet, geen vermogen op één plek, ja. wat heel complex is om het eigenlijk correct te meten. Ja. Wat ik daarnet in die ja-nee-vraag zei, je, je levert vermogen met de benen, dus je trapt wel uit op een voetenbord, maar je hebt ook een ander drukpunt aan je riem natuurlijk. En dus er zit ook een soort van vermogensverdeling. Ja. En om dat juist en correct uh, in kaart te brengen, daar staat de roeisport helemaal nog niet zo gek ver om dat uh, echt tot die detail goed, goed te hebben. Jullie trainen natuurlijk ook veel binnen op de befaamde ergometer, ofwel de roeimachine. Is die wel, kan die dat al wel meten of ook nog niet? Want daar zijn natuurlijk een druk in de voeten ja. en druk op de handen kunnen meten. Um, dat wordt niet zo gedaan. Dat gaat meer over de, gaat meer over de verandering van de snelheid van het, uh, van het vliegwiel, wordt daar eigenlijk uit berekend. Ja. Um, hoe dat, dat resulteert in vermogens. Ook daar zit de. Ook daar zitten vergelijkingen achter. Dat kan daar beter op de ergometer, maar daar zitten ook zeker nog aannames in die, die in de toekomst uh, verbeterd worden. En waar wij ook wel graag een bijdrage aan leveren om, uh, Kortom, om daar verder naar te kijken. Jij moet alles doen met afstand, tijd en hartslag. Dat is uh, toch zeer veel. Ja, klopt. Daar, daar komt het toch op neer. Dat is de basis. Ja. Ja. Ik maar, wil nog even voordat we de diepe induiken, nog één lesje basis roeien. Want ik weet, er zijn allerlei vormen. Want jij zegt al 1, 2, 4 of 8. Dat is hoeveel mensen in een boot stappen. En dan kun je nog variëren met 1 of 2 riemen. Hebben we dan alle ja. smaken te pakken? Enkel dubbel? Of, uh... ja. ja, klopt. Hè. Je hebt het skullen. Je zegt het, dus het roeien met 2 riemen. Ja. En dat heb je dan uh, in een single, in een dubbel. Of, of, of met 4 roeiers in een Ook boot. Ook nog tot 4 zelfs. Ja, okay. ja klopt. Hè. Dat is, en dan hebben we het over de Olympische nummers. Mm -hmm. En wat het boordroeien betreft, dus het roeien met één riem, dus dan heb je de helft van de roeier zit aan één kant met zijn riem en de andere helft aan de andere kant. Ja. Dat heb je dan in een, twee, in een tweetal, ja. in een viertal of in een achtal met dan een stuurman of stuurvrouw erbij. En zit er vanuit jouw vak, dus vanuit die fysiologie, vanuit die inspanning, veel verschil tussen mensen die met boordroeien of skullen, oftewel met één of met twee riemen uh, moeten sporten? vanuit mijn kant zeker niet dat, dat, dat is vooral een technisch verhaal die, die, waar Rui coaches mee aan de slag gaan van waar zitten zit ieder zijn, zijn kwaliteiten mm -hmm. we zijn ook echt atleten die beide zeker, zeker goed onder de knie hebben ja. um, dus die keuzes die uh, liggen meer bij de coaches ja. maar wat wel zo is je moet gewoon fysiek gewoon goed zijn en uh, hoe meer je ook gewoon in een, uh, een skif Evolueert als atleet, dus echt in een single, dat is de enige boot waar je alleen in zit. Ja. ja uh, dat brengt toch ook qua fysieke kwaliteiten heel veel als je gewoon je eigen ding kan doen en, uh, en ook je trainingen dan ook maximaal op jezelf georiënteerd zijn. Want dat is hoe groter je ploeg wordt, hoe minder dat, dat het geval is. En daar zit ook de grote complexiteit van, uh, van het roeien. Roeien heeft het beeld van ook wel een individuele sport te dus, zijn, maar. maar nou, dat is iets waar ik het zeker niet mee eens ben. Ik vind roeien echt buiten de single is uh, roeien voor mij altijd een teamsport. Hmm. En dat en, komt uh, door wat je zei, dat coördinatieve, dat wij zo goed op elkaar afstemmen, moeten op elkaar. afstemmen ja. dat we die bewegingen gelijk leggen. Maar het gaat, ook, het gaat ook over het fysieke. Als je met meerdere atleten in de boot zit dan uh, en dan spreken we over uh, de lengte van de trainingen, de intensiteit van de trainingen. Ja, ja. Daar moet je toch vaak de, op een bepaald moment in het jaar moet je toch ook keuzes gaan maken op groepsniveau. En dat zal. Uh, met zes plusjes zijn voor zes atleten en misschien voor twee atleten met een minuutje. Ja. Uh, en dat zijn de, de keuzes die je moet maken. Van wat is het, uh, over, over het, het, het resultaat programma voor of zo. Het hoeveel, hoeveel volume, hoeveel uur, hoeveel, uh, hè, op, op welke manier je gaat trainen. Dat moet je op de groep afstemmen, wil je zeggen. Ja, klopt helemaal. Ja. Ja. Want, want dat, dat, dat vroeg ik me dan weer af. De belasting, uh, de inspanningsbelasting voor elke roeier, bijvoorbeeld in een, in een acht. Kan wel zo ingesteld of zo zijn dat iedereen, voor iedereen het even zwaar is, laat ik het zo zeggen. Of heb je nou eenmaal te maken als iemand nou veel vermogen levert? Ja, die moet zich een beetje inhouden ten opzichte van de andere. Ja, ja, je of wil kun zeggen, je... gaat iedereen maximaal? Ja. Hoe? Um, dat, dat hangt natuurlijk een beetje van, het, van de trainingsvorm af. Het hangt ook een beetje van de timing in. Iemand die bijvoorbeeld en dan gaat het weer over dat coördinatieve. Iemand die heel snel zijn blad in het water steekt. Die letterlijk, uh, wat je dan zou zeggen, als eerste druk heeft. Ja. Dat die, die draagt natuurlijk de massa van het geheel op een korte fractie. Snap je? Ja. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets wat, wat het natuurlijk snel heel zwaar maakt. Maar dat zien wij als, als ik naar nou het roeien. Ik heb in de aanloop hier en toen nog best wel wat filmpjes teruggekeken. Ja, ik zie niet dat de ene net even een fractie sneller is dan de andere. Hoe spreek je dat af? Hoe, hoe, werkt, hoe werkt zoiets dan? Daar wordt technisch mee aan de slag gaan. De Rui coaches zijn daar elke dag mee bezig ja. en er komt heel veel beeldmateriaal. Ja. Ja, die zien Ja, die zijn daar visueel echt zo in getraind maar, om daar echt een goed oog in te hebben en ook, ja, je kan, maar ook, dat niet kan je ook beeldmateriaal ja, doen. Maar dat kan je wel meten waarschijnlijk. He, gebruiken jullie van die, IMUs, van die IMUs, van die IMUs, van die accelerometers en nou ja, die, net zoals jouw stride eigenlijk. Oh ja, ja dat je bijvoorbeeld op de riem, waar je zegt ja. dat je de beweging van de riem uh, kan meten, dat soort data. Heb je dat? Ja, klopt. Dus daar bestaat veel technologie over. Om, uh, dat is dan vaak ook gekoppeld aan het meten van het vermogen. Mm -hmm. Dan spreek je over. Je hebt dat op de op de ergometer heb je dat ook. Dan zie je eigenlijk het patroon van je, je, druk, je eigenlijk druk. Ja. Hoe, hoe lever je kracht doorheen je haalcyclus? En dat is natuurlijk iets wat je zo gesynchroniseerd uh, mogelijk wilt laten verlopen tussen verschillende atleten. Ja. En uh, dat is de grote uitdaging van coaches, van daarmee aan de slag te gaan. Ja. Eén, uh, vooral vanuit het visuele verhaal van het totaalplaatje daarin uh, in goed in te schatten. Maar je moet ook weten, vaak uh, bij technologie en innovatie moet je ook gewoon weten wat de valkuilen daarin zijn als je iets gaat meten. Ja. En uh, <laughs> vaak is het ook gewoon goed van, uh, van te starten vanuit een visueel plaatje. Van oké, okay, wat heb ik hier nu voor mij en hoe hoe beweegt het uh, hoe beweegt het geheel en wat, is het, uh, ja, wat maakt iedereen er, wat maakt iedereen van als roeier? Ja. En van dat visueel te doen en dan ook vanuit beeldmateriaal. En als er dan nog verder op ingezoomd moet, weer, moet worden, dan kan je daar zeker ook nog verder mee aan de slag. ja, ja je zegt het begint vanuit het visuele. Ja, uh, Matthias, zeker. wat is hot qua technologie in, uh, in het roeien nu? Um, hot qua technologie, dat is een goede vraag. Ik denk de doorontwikkeling van vermogensmeters is zeker iets waar verder aan de slag mee moet gegaan worden. Uh, je hoort wel een aantal vermogensmeters die op de riem komen, bijvoorbeeld. Ik heb ze zelf nog, of wij hebben ze zelf nog niet echt getest. Hm. Um, maar ik denk dat dat iets is waarin wat het roeien heel fel gaat, uh, gaat toenemen. Er wordt ook veel geëxperimenteerd met bladen en uh, riemen. Het met al dan de niet vormen. aanbrengen. Ja, de vormen, uh, heel recent nog gaat het over. Dan hebben we het weer over aerodynamiek, over de roughness ja. van, van een riem bijvoorbeeld. En zoals je dat in. Er oh, wordt ja. heel gemakkelijk naar het wielrennen gekeken. Dan als het gaat over de ruwheid van de pakken. In welke mate oh, ja. wil je lucht voldoende kunnen binden aan je riem en de timing van het loslaten. Maar roeien is op dat vlak veel complexer dan, uh, <clears throat> dan wielrennen. En er zijn heel veel van die dingen die daar wetenschappelijk in verschijnen, altijd in een heel extreem gecontroleerde ge ge setting. Maar als je hier op de bosbaan uh, de helft van de week komt kijken, dan uh, uh, is het water hier nooit vlak. Dan heb je soms het gevoel van: bont uh, hmm. Noordzee ook uit in de bosbaan? <laughs> of, is dat, of is dat echt afgescheiden water? Ja. Ja. Dus de, de complexiteit daarvan is uh, hmm. van de stabiliteit van, van de mix eigenlijk van hydrodynamica en aerodynamica ja. maakt roeien heel, een heel interessante, ja. maar ja. een heel complexe sport. Maar dan denk ik: ja, uh, zijn jullie wel eens met zo'n roeiboot. In een windtunnel geweest in Eindhoven of in Delft, en, en desnoods zelfs eentje in een waterbak waar je ook nog uh, wind kan aanbieden? Of ja, is Gebeurt dat, dat? Ja. Uh, die opties die bestaan zeker wel. Zeker in mijn periode, de voorbije twee jaar, hebben we dat niet gedaan. Misschien, misschien is dat in het verleden wel gebeurd, al, al, al denk ik dat zeker niet. Wij werken wel samen met, met een beetje een vaste boot, we zijn niet gebonden aan een bootleverancier. Hmm maar uh, die in, uiteraard werken ze ook met engineers ja, ja, dus in hoeverre is roeien een materiaalsport ja. Matthias ja. Is, is, is het helemaal voorgeschreven door de bond en de wedstrijd van dit is hoe, een, hoe groot een blad mag zijn en de vorm moet hebben en de boot of, of mag je hier vrij in variëren en experimenteren uh, ja. Ja. er zijn uiteraard wel, wel richtlijnen over hoe strikt die zijn ben ik zelf helemaal niet uh, dat is niet jouw niet kant materiaalman. Van het vak. we hebben bij ons uh, Dion van Schie die ongelooflijk sterk is die zelf ook veel meer roeiervaring heeft die heel veel uh, ook geboeid is door uh, riemen, door bladen, door, door boten, uh, door boottypes, bootmallen, uh, door het, het schoonmaken van de boot, de, de oppervlak van het boot. Maar ja. daar zijn wel daar zijn, van de boot, daar, zijn wel, daar zijn wel strikte richtlijnen over, bijvoorbeeld ja. uh, als het gaat over uh, uw boot moet bijvoorbeeld glad zijn. Ja. Nee, dat, dat wel. Je mag wel, dus wel niet wel die, die bolletjes en die streepjes en noem maar op. Waar, je, waar ja. natuurlijk bij de kleding, bij Op de riemen wordt. mag bijvoorbeeld. Nee. Op de riemen mag wel meer. Daar zie je bijvoorbeeld de riemen waar strips worden opgeplakt. Je ja. ziet dus ook voor, voor verschillende vormen van bladen. Um, <clears throat> maar het is vaak ook. Uh, zo kijk ik er een beetje naar en dat is misschien, misschien zeker ergens te simplistisch, maar toch vind ik daar toch altijd veel waarheid in als we dat dan zouden gaan nameten. Uh, het is een beetje als fietsen op een andere versnelling mm -hmm. met een blad. De vorm van je blad zorgt dat je een ander gevoel hebt in uw haal. Ja. Maar het gaat ook van die juiste versnelling dat blad op de juiste manier leren gebruiken. Dat gewoon zorgt voor de maximale rendementen, de maximale efficiëntie. Ja. Ja. En uh, daar moet je ook gewoon, daar kan je dan mee aan. Dus de nu richting Parijs, dan ga je daar niet meer mee in veranderen, denk ik. In, in bladen of in, in boten of noem maar op. Want dat vereist dus aanpassingen. Ik denk heel veel van, uh, van het succes van bij ons binnen Nederlandse roeien is dat wij gewoon heel st strakke keuzes maken. van dit doen we wel en dit doen we niet. Ja. En uh, in zo'n jaar van de Spelen, maar eigenlijk ook vorig jaar, dan zijn er meer deuren dicht dan dat er nog deuren openstaan. Ja, ja. Ja. Uh, omdat je wil gewoon hetgeen wat je doet, wil je zo goed mogelijk doen. En uh, er wordt hier nog maar heel weinig geëxperimenteerd dit jaar. Omdat je gewoon met een zo duidelijk mogelijke lijn. Mm -hmm. met alles wat je de voorbije jaren geleerd hebt, daar wil je mee. Daar wil je volop inzetten. Ja. En dat uh, je wilt je niet laten afleiden door nog uh, ja, soms dingen die worden aangepraat hoor. Dat is altijd ook zo. Uh, het jaar van de spelen lijkt alsof er nog heel veel warm water naar boven komt. Um, maar dat is ja, zelden voor. Ik heb nog één laatste gegeven. simpele vraag over dat materiaalboot. Stel nou dat de omstandigheden veranderen in Parijs, dus de halve finale, finale ineens woeste, woest water. Ja. De Noordzee de Kan de je dan besluiten van, nee, we nemen net even een andere boot, omdat die nou eenmaal beter is in in woest water ten opzichte van rustig water, of is ja? Of, nee, of dus moet jij eigenlijk hetzelfde. alle series, alle wedstrijden in diezelfde boot dan afleggen? Het is zeker in dezelfde boot. Het is de, de roeicoach zelf die samen met de, met de, eventueel samen met de atleten of vanuit zijn kal echt aan de slag gaat. Uh, met eventuele afstelling nog. Uh, uiteraard heb je in een boot mm -hmm. uh, ook verschillende afstellingen die je kan bijsturen. Ja. Om, om het uh, dan... Uh, Bijvoorbeeld bij heftige wind tegen en hevige golven, minder zwaar te maken, uiteraard. Want dat is heel anders dan. Uh, en wat, wat, uh, wat, waar, want, wat. Je helpt ons nu een beetje kijken, hè? Wat, wat stel je dan af? Heeft dat ja. te maken met hoe hoog de riem boven het water steekt? Of de, 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 die configuratie, daar kun je aan denken. Ja, buiten. dan heb je het een over de hoogte. Ja, gewoon heel eenvoudig. Als je vlak water hebt, dan, dan is je hoogte misschien ook anders ten opzichte van het water dan als, je, ja, als je golven hebt van uh, Ja, en daar, van 5 daar, daar zijn nog dingen in te verstellen. Daar, kan, dus ook... je, daar kan je heel vaak heel snel uh, mee spelen. Ja. Ja. Um, en ook ja. gewoon heel eenvoudig. Je, je, ja, je kan ook iets aan je, aan je hefbomen doen, natuurlijk. Hè. Dus dat zijn allemaal ja. zaken waar je mee kan spelen, ja. die ook heel, die roeien heel complex maken, waar je soms ook wel in, in kan verliezen, denk ik. Ja. Maar roeicoaches zelf zijn daar bij ons echt de experts in in afstelling, dat is echt waar zij, waar zij helemaal de lead ja, dus... in hebben. Uh, waar wij in adviseren. Onze rol daarin is, bijvoorbeeld naar Parijs toe, is van ja, hoe, hoe kijken we naar het weer, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Dat is toch. Uh, ja, toch heel belangrijk om daar een goed beeld bij te, te hebben. En dat we daar een meerwaarde kunnen zijn in het adviseren van de coaches. Van ja, we vermoeden dat de omstandigheden zo gaan veranderen. Dat is, dat is waar we. Vertel eens, onze, vertel eens. Domein... Uh, Matthias. Ja. Diep eens uit. Uh, Want... Matthias Verstralen, weerman van de Roeibond. <laughs> nou, zeker niet. Absoluut niet. Ik, uh, nee, maar zonder, zonder het dolle. Maar waar kijk jij naar in het weer en, en, en wat voor soort adviezen geef je dan? Je probeert vooral te leren van hoe betrouwbaar. Uh, Modellen zijn, dat is één ding wat je kan doen natuurlijk. Maar gaat het jou ja. dan vooral om de temperatuur en daarmee nog wat je nog aan trainingen tussen wedstrijden door of herstel? Of welk, welk spel speel je? Nee, dan gaat het voor wat ons betreft zeker naar wind toe. Oké. Okay. Dus uh, naar wind toe gaat het over de snelheid van de wind. Uh, het effect daarvan op het water. Want uiteraard, uh, ja, je, je denkt dat water altijd stil staat, maar dat is niet zo. Water kan ook gaan circuleren. Mm -hmm. Um, en hoe speelt de wind daar een rol in? En hoe betrouwbaar is een model bijvoorbeeld ten opzichte van een, een meting? Dat is wel iets wat ons, uh, wat ons ook triggert van, uh, van daar in de toekomst nog beter naar te kijken, van daar ook uh, nu al mee aan de slag te gaan, van, van ook visueel daar scherp in te blijven. Maar als je kijkt naar meerdere weermodellen, uiteraard, uh, er bestaan verschillende weerapplicaties waar je dan vaak verschillende modellen kan aanklikken. Ja, en dan, uh, dan verandert u uw voorspelling gewoon. En dan die, de voorspelling aftoetsen met van wat is er nu effectief in de waarneming uh, ja, te observeren. Ja. Daar kan je natuurlijk wel mee aan de slag. Ja. En dan denk ik ook meteen aan, want dan vanuit het zwemmen ja, wordt altijd gezegd, en het is ook wel eens uh, gemeten een beetje, dat je, ja, je wil liever in het midden zitten dan aan de, aan de, in baan acht of één. Ik kan me voorstellen dat dat met roeien daar ook een rol speelt. En daarbij ook nog dat het omdat het zo'n brede kanaal, rivier of whatever is, water. Dat jullie al in Parijs zijn gaan kijken en uh, allerlei uh, apparaten in het water hebben gestoken om te kijken naar hoe die stroming daar kan zijn of is. En uh, of het dus gunstig is om baan 5 te hebben of baan 3. Of. Ga... Uh, wel, uh... Wij zijn zelf nog niet in Parijs geweest. Dat is een bezoekje wat, uh, wat binnen twee weken gepland staat. Um, en we zijn zeker benieuwd om te, om te observeren van hoe, de, hoe de omstandigheden daar, uh, daar zijn natuurlijk. Ja, daar, Stomme basiskennisvraag roeien kijken. We Roeie kijken. Uh, hoe wordt <laughs> eigenlijk bepaald wie in welke baan uh, start? Dat uh, loopt een beetje doorheen het toernooi. Dus afhankelijk van hoe dat je je plaatst. Uh, er is eerst een... Uh, Eerst vanuit een loting in de reeksen. Ja. Wordt er dan verder opgebouwd naar uh, eventuele herkansingen, kwartfinales, halve finales, finales. Ja. En? Waarbij je dan als je als eerste plaatst. Het is heel klassiek, zoals tien zwemmen: ook je snelste boten komen in de middelste banen te liggen. Ja. Zo, zo wordt er naar buiten. Uh, naar buiten toe doorgebouwd. Eigenlijk. Exact. Vanuit datzelfde idee dat dicht bij de kant kan nadelig zijn omdat je daar golfslag terug vanuit de kant krijgt ja. of uh, effecten van hebt. Ja. Ja. Hier Roeib, staat er zoiets als een fairness commissie die bijvoorbeeld uh, ja, waar je gewoon letterlijk kan zeggen oké, okay, de weersomstandigheden zijn nu niet eerlijk en dan worden de boten gelegd gewoon van snel naar traag van snel naar traag en ook na de plaatsing bijvoorbeeld. Dus welke twee boten zijn er eerst in de halve finale en dan zo, op basis van de tijd wordt er, worden de boten gewoon in de volgorde gelegd van, ja, vanuit, de, vanuit de voordeel naar de nadeel. Dan. Oh, okay. ja. dus, uh, dus daar creëer je soms wel wat effect Daardoor ja, ja. is er bijvoorbeeld op de Olympische Spelen is er ook een reservedag wat het roeien betreft. Als er niet groei kan worden, of er wordt gezegd van ja, die, dit kunnen we bij wijze van spreken echt niet maken, dan ja. is er een marge van één dag in het roeitoernooi. om... Uh, ja om een dag uit te stellen bijvoorbeeld en ik heb hem bijna maar niet helemaal wat is dan zo'n oneerlijke omstandigheid is dat bijvoorbeeld uh, wind van schuin voor of zo en dan zou je zeggen ja, schuine winden dus, ja. Ja. ja dus dan is het ook belangrijk dat je eigenlijk ook in die series half finale, vooraan echt eindigt dat je niet want uh, een beetje denkt van nou zolang ik maar me plaats is, is het goed ja. want dit kan gevolgen hebben dus voor, uh, voor uiteindelijk je positie uh, uh, absoluut in, in die finale ja Okay. Ik denk dat dat een van de succesfactoren van een Nederlandse roeien was op het voorbije WK. Uh, dat we daar zeker ook naar gekeken hebben van oké, okay, wat zijn de voorspellingen naar het einde van de mm. week? En um, dat we toch uh, regelmatig hebben aangehaald van uh, het, als het kan is het ook gewoon goed van u reeks te winnen of uw halve finale te winnen. Ja, oké. Okay. Interessant hoor. Ja. Jurgen, we hebben veel geleerd ja. over roeien kijken. Ik hoop dat onze luisteraars dit ook leuk vinden Precies. op weg naar Parijs. Dat ze denken als ze bij familie zitten van nou, ik, ik snap dat roeien nu beter. Ik heb Matthias gehoord. Ik wil even een paar stellingen eruit pakken waar wij wat verrast waren. Ja. Uh, de eerste, waar onze wenkbrauwen omhoog gingen, was uh, stelling 2. Uh, ja. We hebben natuurlijk van tevoren een beetje zitten gokken. Wat zou die antwoorden? Stelling was, roeien is en blijft toch vooral een studentensport. Nou, met alles wat we horen over wat daar de laatste tijd op de roeibond o, gebeurt, zal die vast wel nee o, zeggen. Hartstikke professioneel jij, geworden. Jij maar, zegt, uh, ja, uh, Matthias. Ja. Ja, uh, Ligt toe. Dat hangt er vanaf wat je daar ook. <laughs> alles heeft context natuurlijk. Maar ik denk dan uh, ook natuurlijk na een biertje aan de afloop. Nee, maar, nee, 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 nee. Niet per waar, se. Waar ik aan moet nee. denken is dat je. Uh, je begint beeld, op je 18. Ja, je gaat studeren, ja. je komt in een nieuwe stad, je gaat bij de roeivereniging, je bent 18 en voor je het weet zit je op je 2, 3 of 24ste in een Olympische boot. Zo ging dat ja, vroeger cool. nog wel eens. Ja. ja, zo is dat ook nog zeker het geval. Er zijn heel veel uh, Olympische boten bij ons die echt nog uh, uh, ja, gevuld zijn met Ja. De verhouding ken ik niet zo uit het hoofd en die wisselt, nee, okay. zeker, die wisselt zeker per boot, maar dat, ja, dat is zeker nog zo. Roeien is een sport waar um, ik altijd zeg waar een heel grote krachtcomponent in is, waar een spierontwikkeling uh, echt um, heel essentieel is. Ja. En waar, waar ons lichaam toch vaak op iets latere leeftijd vooral vatbaar voor is. Waardoor roeien ook nog zo, um, zo relevant is voor, voor personen op latere leeftijd om dat gewoon op goed niveau te doen. Ja, ja. Je moet fysieke aanleg hebben en heel veel potentie hebben voor duurtraining ook. Dus je moet ook naar V2MAX bijvoorbeeld ook gewoon uh, ja, in staat zijn om daar een soort van een genetisch voordeel te hebben en dan ook in staat zijn om er ook fysiek qua trainbaarheid heel vat, vatbaar voor te zijn, dat helemaal zo. Maar het feit die, dat die musculaire component ook zo belangrijk is, je moet ook gewoon sterk ja. zijn uh, en dat die toch uh, ja dat dan niet iets is wat uh, op twaalfjarige leeftijd al het meest trainbaar is. Nee. Quas maar dat vind ik wel, ja, wel interessant, want het is vergelijkbaar met wielrennen, wat vaak gezegd wordt. Hè? Met Tom Dumoulin, die pas op zijn zestiende begon. van eh, Vleuten, ja, noem maar op. Ja, wielrennen is uren op over fiets. Ja, precies. Want jij je hebt over duur inspanning. Hoe lang duurt Maar een ook explosiviteit. ]heid. Ja. Juist. Ja, je hebt een, een duur inspanning die, uh, wat het roeien betreft, ik zeg altijd tussen de vijf en de acht minuten. Ja, ja want dat het is, is altijd de dezelfde in. lengte. Hè? Even weer basisvraag. Twee... Je doet altijd 2,5 kilometer, of niet? Twee. Ja, nu nog wel. Hè? Daar hebben we het dadelijk ja. misschien nog over. In Los Angeles wordt dat uh, op de Kacht spelen het. 1500 meter. Okay. Maar we zitten nu op 2 uh, op kilometer. Dus ja. alle wedstrijden uh, in, het, in het Olympische Zeker, roeien. Er zijn heel ja, veel lange wedstrijden, Ook in het, in het studentenroeien of in heel veel... Uh, andere roeicompetities worden gewoon uh, hier in Amsterdam op de Amstel geroeid, bijvoorbeeld. Ja. En dat is heel variabel qua afstanden. Ja, ja. maar het maar Olympische, Olympische roeien, De Olympische roeien is over een twee kilometer baan. Ja, en maar dat, dat, is uh, dat, is, dat is drie kilometer hardlopen, bijvoorbeeld. Of een, een ja. achtervolging. Maar dat virus, noemen we dan of, uh, Mila, hè? Dat is eigenlijk ja. middellang. Ja. Want dat is veel langer dan sprinten, maar het is eigenlijk kort voor echte duur. Wat, wat voor type atleten, waar, 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 waar probeer je ze te krijgen, Matthias? Um, ja, in roeien zit er, zit er een grote krachtcomponent kracht in. Hè. Als, je, als je even een 8 gaat doorrekenen, boot plus roeiersgewicht, dan spreek je, dan spreek je eigenlijk over duizend kilo. Hè. Mm -hmm. dus dat, uh, dat, en dat, oh. dat geheel moet zich verplaatsen. Dus, ja. Ja. En dan even naar boven. En, dan rond en dat is uh, spier, naar boven, hè? Af, hè? Spiermassa. Ja, ja klopt. klopt, klopt. <laughs> maar als je kijkt in dat intensiteitsdomein, tussen de vijf en de acht minuten, wat het daar... Ongelooflijk belangrijk is naast, naast die krachtcomponent is V2 max natuurlijk. Dat is gewoon ja. de intensiteiten die aan 100% uh, V2 max gemeten uh, uitgevoerd worden. Hè. Ja. Ja. Uh, daardoor zien wij ook gewoon heel hoge absolute V2 max data. Dus, dus ja. daar, Dat maar zijn dat, ook in ja. de internationaal, als je kijkt naar de literatuur, uh, roeiers bijvoorbeeld. Er is een studie. Die, uh, of er is wel wat info rond, uh, was vroeger noemde de KiwiPair bijvoorbeeld, die hadden heel hoge V2 Max waardes. En dan spreek je toch over atleten <coughs> 6,5 liter en soms nog een tikje meer ja. in een absolute waarde. Hè. Dat is dan niet in absoluut gegeven. Hè. Als we over V2 Max praten richting wielrennen bijvoorbeeld, ze hebben gewoon van over relatieve data te spreken en dan tegenwoordig. Getallen hoor, 80, 85. En ja, precies. Dan, ik uh, ja, even, per kan, dit, kan dit naar de Garmin cijfers per van kilogram, de amateur. Ja, ja, ja. Ik, ik zit zo ja. tussen de, de 52 en de 60. En dit gaat dan, ja. dan zou het horloge mm. de 80, 90 geven. Ja, klopt. En als je dan voor roeders, als je dat zou delen door je lichaamsgewicht ja dan kom je op, op cijfers van een stukje boven de 70. Ja, maar toch, dus afhankelijk ja. van het gewicht, er zijn er die ja. daaronder gaan. Nog even, ja, dat gewicht... Maar dan hebben we het over mannen ja. alleen natuurlijk. Ja. Gewicht, hè? want je hebt nog steeds uh, bepaalde disciplines licht. Hè? Uh, uh, oh, ja. ja, dat is het laatste jaar in het roeien, maar wij hebben laatste jaar nu lichte boot meer gekwalificeerd en wij gaan er ook niet meer op... Uh, op inzetten. Dus, dat wordt dan euh, afgeschaft, hè? Want het, ja, want dus dat, na, ja, na Parijs bestaat er geen lichtroei meer. Ah, okay. ja, en en was dat dit, een andere serie of zo? Nee, we stonden al lang en daardoor nee, kreeg maar had je een andere, een ja. andere discipline aan het De Holland 8 was altijd uh, zware ja. kerels, maar je had ook de licht met alle ja, uh, problematiek van die dat mensen nou, wilden eetstoornissen. afvallen, eetstoornissen, noem maar op. Hoe licht is dat dan eigenlijk? Geldt dat voor de totale boot, wordt dan bij elkaar opgeteld? Of die. Uh, ja, dus is ja dus het dus nou, nou, dat is een beetje dit, het ja, individu. Ja. Het is een beetje het individu dat daar. Uh, uh, dus het, het, je hebt een lichte skip, en een, uh, wat geen Olympisch nummer meer is, en dan heb je nog de lichte dubbels. Ja. Dan gaat het over het, het, de som van beide atleten die, uh, uh, die doorslag geven. Ja. Is maar dat betekent dus in de toekomst dat lichte, uh, kleinere roeiers. Ja, de, die hebben veel minder kans, gaan die krijgen om uh, in, in een Olympische boot te komen? Vanwege dat afschaffen eigenlijk van het licht versus uh, zwaar? Of kan een, met andere woorden, kan een lichte roeier prima uh, uit de voeten ook in, uh, in, in, ja, in, in de disciplines, wanneer, uh, zoals ze er zijn? Ja, ja zeker. Um, dat gebeurt nu. Wij, wij hadden vorig jaar op de op het WK nog een. Uh, Atleet in de lichte skief, Veldhuis Veldhuizen, die, uh, die zit nu gewoon in de in de zware dubbel 2. Mm -hmm. ja. Die op de Spelen zal roeien. Ja. En dat ook heeft ook te maken gewoon, ja, met het feit. van... ze gewoon een heel de... sterke, zij is een sterke ja. atleten. En ja. zij is ook gewoon, en dat mogen we nooit vergeten, zij is ook gewoon een fantastische roeiste. Zij kan gewoon goed roeien. Ja. Ja, ja, en dus dat die is toch ongelooflijk belangrijk. Ja, ja het voordeel van licht is dan lig je ook niet zo diep in het water. Hè? Minder <laughs> weerstand. Maar nog even dan over, uh, ja, vind ik leuk. Die, die diepgang, explosiviteit. anaerobe tank, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Uh, critical power. Je, jij zet die jongens ook wel eens op een racefiets, denk ik. Of op een fiets Ergometer waar je wel dan echt vermogens kan meten. Of een vermogensprofiel. Dat is eigenlijk vraag 1. Ja. Doe je dat? En ten tweede, jij zei met Mathieu van der Poel, nou die gaat er nog wel zwaar, zwaar krijgen. Ja, wat, wat, wat wordt er dan getrapt en waarom zou Mathieu het zo moeilijk krijgen tegen de jongens van de Holland 8? Want dat is, uh, ook een, dat is juist het type waarvan ik denk, wow, aan de ene kant exclusief, aan de andere kant enorm goed duurvermogen. Mathieu van der Poel heb je ja. genomen, ja. ja. Ja, nou ik denk sowieso als je Mathieu op een roeiergometer zou zetten, het, ook, het heeft ook een technische component. Ja. Dus dat is, gewoon, ja, dat is gewoon een coördinatief verhaal achter ja. en uh, dat zal zeker ontbreken. Um, en uh, en dan, daarnaast is het ook gewoon het stukje spiermassa wat je kan gebruiken en ook lichaamslengte. Ik denk dat dat ook, een, wordt toch ook vaak gezegd, de Nederlanders zijn heel grote mensen. Ik denk dat dat ook zeker een grote rol speelt. In het, uh, in het roeien. Je kan ook gewoon uh, ja, als je gewoon groot bent, je kan ook ja. gewoon je lengte goed gebruiken. Je kan ook wat je dan zeggen lange halen maken. Mm -hmm. Dus je hebt, als je veel beenlengte hebt, kan je ook gewoon uh, een soort van lange uitrappen. Ja. Mm -hmm. uh, en als je bovenlichaam dan ook nog volgt, is dat zeker uh, ja, dan kan je gewoon lengtes halen die een kleiner persoon veel minder, uh, ja. veel minder kan halen. Dus dat speelt zeker ook een rol. Um, en qua fietsen, uh, als je spreekt over V2 maxi of zo, we hebben ook wel atleten die uh, die wat atleten hem dan ook meer eens gekeurd worden en dan uh, heb je gewoon het klassieke rm testprotocol en dan uh, verschijnen daar wel uh, komen daar wel vermogens uit met een wat ik dan zeg met een zesje voorsnappen ja, ja. Dus, uh, die zesjes ja. in, in zo'n opklimend protocol ja. uh, en dat is dan dat is een heel snel opklimend protocol hè, want uh, laten we daar geen verwarring over bestaan nee. In opklimmende fietsprotocollen uh, bestaan verschillende versies qua hoe, hoe snel het vermogen stijgt en hoe lang elk stapje duurt. Maar uh, ja, we hebben wel atleten die uh, 600 watt en meer fietsen daarop. Ja, die, misschien nog even, want dat raakt hier ook wel aan. Ik had het over de 3D-echo. Ik heb een studie in de show notes gezet. Jullie werken samen met de VU, uh, Richard Jaspers en, en, en Stefan, uh, die wij ook te gast hebben gehad. Stefan van der Zwaard. Stefan ja. van der Zwaard, ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Waarin destijds... Eerder werden het natuurlijk biopten genomen. Maar met een echo kan je eigenlijk kijken naar... In de spieren kijken. Ja, in de spieren kijken. Lengte van, van individuele spiervezels. Volume. Nou, massa. Hoeken. Noem maar op. Ja. En, en ik vond die studie volgens mij bij Nederlandse roeisters wel interessant, omdat ze een bepaalde krachttraining, plyometrische training aanboden. En zagen eigenlijk veranderingen, maar die waren allemaal op individueel niveau verschillend. Dus vandaar daaruit een suggestie van ja, elke roeier past zich net weer even anders aan aan een, aan een training, dus trainingsadaptaties. Klopt. En toen dacht ik, ah, nou, dan lijkt het me wel voor de hand liggend dat je dat misschien al inzet in de, in de dagelijkse praktijk, om te kijken. Ja, Iedere maand maanden verscannen of ja, zo. En wat wat, wat doet die aanpassen. training eigenlijk op, op, ja, op spierniveau zo goed als je het kan meten? En uh, werkt dat voor, de, voor deze atleet wel goed of voor deze roeier? Ja, dat is, uh, dat is de grote challenge, vind ik persoonlijk, of een van de grote challenges in het roeien. Hoe, hoe kan je ja, duurtraining en krachttraining zo goed mogelijk combineren? Er zijn heel veel studies in, uh, rond wat ze dat noemen concurrent training. Hoe kan je beide zo goed mogelijk combineren zonder, zonder dat ze elkaar in de weg staan? Mm -hmm. Wat daar denk ik heel belangrijk is, eerst over de, eerst over de studie. Dat is een, een, een ouder project van de tijd dat ik nog voor, vooral leer. Ik, uh, ik was toen nog student aan de VU. Ik heb okay. ook mijn wetenschap aan de VU gedaan. Ik was toen nog student toen dat project hier liep. Uh, dus ik heb daar zelf geen act niet actief aan deelgenomen. Maar daar zie je inderdaad de respons op krachttraining. En ook op vlak van duurtraining. Die is natuurlijk ook uh, inter-individueel verschillend. En uh, dat kan je dan echt op, op de morfologie van de spier gaan, gaan, in kaart, gaan in kaart brengen met 3D-echo. Maar bijvoorbeeld, uh, als het gaat over krachttraining, zie je ook dat daar heel veel evolutie in is. En vroeger spraken we echt over, ging je heel veel kwantificeren rond percentage van repetition maximum bijvoorbeeld. Maar in krachttraining bestaat er ook heel veel technologie hoe je... Uh, hoe je indirect eigenlijk een soort van de morfologie of de aanpassingen aan krachttraining in kaart kan brengen. Dan gaat het echt over de verandering van de krachtsnelheidsrelatie. Een soort van vermogensmeting in krachttraining is het eigenlijk. Hoe, uh, hoeveel kracht lever ik op een bepaalde snelheid? En dat is uh, uiteraard ook uh, per sport heel afhankelijk. Snap je? Je hebt sporten die heel veel met een grote krachtcomponent en met een kleinere snelheidscomponent. En je hebt uh, je hebt sporten uh, waar de snelheid heel hoog is. Als het gaat bijvoorbeeld in hardlopen of in sprinters, kracht is daar ook belangrijk. Maar dan moet je veel kracht kunnen leveren aan een hoge bewegingssnelheid. Mm -hmm. uh, en als je die twee componenten vermenigvuldigt, dan ja, heb je kracht en snelheid, kom je natuurlijk op vermogen terecht. En ja. roeien is zeker een sport die, uh, die er ergens tussenin zit. Het is uh, ook voor mij nog een groot vraagstuk. Wat is nu qua krachttraining echt de, de snelheden die je wil gaan targeten, bijvoorbeeld? Dat is iets wat ons samen met de krachttrainers... We hebben hier twee heel goede krachttrainers... In dienst die daar ook heel, uh, heel, heel, be heel belezen in zijn... En die daar heel hard door geboeid zijn... En daar hebben we heel fijne interacties over... Over die evoluties van die relaties bijvoorbeeld... Hè. Als je een krachtprikkel hebt aangeboden aan, aan, aan atleet X... Hoe verandert die relatie nu? Hè? Ja. Hebben die een shift naar meer... Um, naar de meer krachtcomponent of naar de meer sne snelheidscomponent? Ja. Want ook dat is heel anders in krachttraining... Jij sprak daar net over... Een, een trainingsprogramma met pliometrie. Ja. Maar uiteraard, als je die accenten gaat verschuiven in, een, in je krachttrainingsprotocol, je gaat bijvoorbeeld meer op maxkracht gaan veranderen. Ook dat zou kunnen dat dan, je hebt wel krachttraining aangeboden, maar dat die morfologie van die spier uiteraard heel anders gaat, uh, gaat evolueren. En wij zoeken toch wel naar een, naar een, naar een maat om, om, uh, om dat op een eenvoudigere manier in kaart te brengen. Uh, de, dan met de uh, 3D-echo ja, is dan sprong, spronghoogte of zo. Want dat, ik denk dan aan, dus het gaat je ja, je beschrijft eigenlijk, denk ik, overkoepelend explosiviteit. Slash nou ja, coördinatie, zeg maar, is daar onderdeel van. Explosiviteit, zullen we maar zeggen, toch? Is het, uh, en hoe het is, 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 ja. kun je dat met 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 sprong? Denk ik, spronghoogte zijn bijvoorbeeld, meerder, is een, een, Er zijn meerdere. In, in de literatuur wordt er heel veel uh, over force-velocity relationships, ja. eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk over. Kan je op verschillende manieren in kaart brengen. Met, uh, met, met gewoon back squats, bijvoorbeeld. Daar is heel wat rond gedaan rond squat jumps. Ja. En dan wordt, uh, ja, wordt ook gewoon de snelheid ingemeten. eventueel squat jumps met gewicht. Maar bijvoorbeeld, Jeroen, ja, je mag je ook het bovenlichaam niet vergeten. Maar ook in, in bench pull bijvoorbeeld. Dat zijn ook. Uh, dat ja, zijn ook bewegingen waar je fors verlost die relationships voor, uh, ja. voor zou kunnen maken. En jullie hebben het nu over hoe kun je meten wat, uh, hoe een atleet zich aanpast. Ik wil even weer iets onder de motorkap uit naar wat jij doet, Matthias. Want jij zegt, we hebben te maken met concurrent training. Ik moet ze en sterker maken en duurvermogen opkrikken. Die kunnen ja. elkaar in de weg zitten. Wat is een, een inzicht wat jij hebt geïmplementeerd bij de Roeibond? Hoe doen jullie het nu? Um, dit inzicht staat eigenlijk. Dat, ik heel, uh, sta, dat is een inzicht dat ik in de breedte heb, in alle sporten, uh, los van het roeien eigenlijk. Uh, in Hoe belangrijk toch maar die duurcomponent is in duursporten. En daar heb ik echt, echt ook over roeien. Uh, ik maak me daar zelden heel populair in als ik daar met krachttrainers of collega's over spreek. En dat gaat hem verder, dan roeien. Want die discussie heb ik vaker met mensen. Vertel. Yeah. Ik denk dat het belang... Van krachttraining. Soms ook wordt overschatters um, in high volume programs, zeg ik dan altijd erbij. Er is heel veel in de literatuur verschenen over hoe krachttraining een bijdrage kan leveren aan wielrenners, aan hardlopers. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar wat daar uh, vaak niet bij wordt verteld, is of of nooit wordt uh, over gediscussieerd, is hoeveel volume dat daar dan tegenover staat. Hm? En dan bedoel je hoeveel volume duurtraining, duurtraining. daar tegenover staat? Duurtraining. En ja, ja. uiteraard. Het, vaak zijn het wel studies waar ook een, een hoeveelheid duurtraining bij aan te pas komt, maar die staat nooit of zelden in verhouding met wat in de praktijk gebeurt. Hm. En, en wat uh, gebeurt daardoor er in de praktijk dan? Is het hoger het of Er wordt veel meer getraind uiteraard ja, ja. In, de, in, in, uh, in elitesport. En dan heb ik het in het wielrennen, daar heb ik het over het roeien, dan heb ik het ook in het sport in het hardlopen. En voor een sport als roeien, hardlopen, uh, wielrennen, ook zwemmen, dan denk ik, oké, okay, ik geloof het allemaal nog wel. Het is één sportdiscipline. Dus het is ook gemakkelijker toepasbaar. In roeien vind ik het, is het al complexer. Zit je met roeien, zit je ook nog met een heel stuk alternatieve training. Uh, fietsen, uh, eventueel hardlopen. In triatlon is mijn ervaring, vind ik het zeer, zeer complex. Um, om het goed te kunnen combineren. Want wat heel vaak in de literatuur wordt gezegd is, je maakt iemand, als het bijvoorbeeld uh, krachttraining wordt gebruikt om running economy te verbeteren, in mm. hardlopen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Mm. Maar ik kan u zeggen, in een, acute, in een acute fase, dan verbetert u, uw running economy gaat er ruim op achteruit. Hè? Dat zien we ook bijvoorbeeld in die 3D, in, mm. in die ja. echo-studie, wat roeien betreft. Je wordt in eerste instantie minder efficiënt op metaboolvlak ook. Op het moment dat je meer krachtkinding gaat doen, ja. he? daar heb je het over. Ja. ja, precies. Ja, en heel eenvoudig, wat daar ook een grote rol in speelt, uh, is de eventuele spierpijn, wat daar dan onder zit, spierschade die daaraan te pas komt. Ja, en het is niet heel moeilijk om te bedenken van dat een spier minder efficiënt is als ze beschadigd is dan dat ze in zijn geheel is. Ja. Mm -hmm. dus ik geloof het wel in een, heel, in een hele cyclus dat het op termijn wel kan helpen om efficiënter te zijn. Maar het impacteert in een acuut stadium heel veel uw trainingen. Ja. En als uw trainingsvolume dan net een tikje lager is, of laten we zeggen gewoon gemiddeld is, dan kom je daarmee weg. Maar als je trainingsvolume heel hoog is en je doet twee keer per week krachttraining, en dit heeft altijd effect op de trainingen van de dag erna, ja. en in het slechtste geval 48 uur nadien ook nog, dan blijft er nog maar heel weinig tijd over waarop dat die spier wel in zijn normale ja, ja. Dat je die herstel gewoon. Dus niet als je hebt. goed luistert, want je bent aan het opbouwen naar een argument volgens mij dat we met krachttraining. Hè, de, jij zegt uit, let op ja. krachttraining, intensieve krachttraining zeker levert spierschade op. Dat is wat je wil, want je wil die spier sterker maken. Alleen dat heeft een negatief effect op de duurtrainingen die je daaromheen hebt zitten, waardoor het algehele effect en zeker op, op, op economie negatief zou kunnen zijn. Op de korte termijn. Mm -hmm. de korte termijn. De korte termijn. Ja. En dus, want mijn vraag aan jou was welk inzicht pas je toe in jullie trainingsaanpak? Waar leidt deze, deze argumentatielijn van jou toe? Wat, wat is je advies om wel te doen dan? Uh, van je van keuzes, keuzes goed af te lijnen. Ja. Uh, en, en naarmate, naarmate een sportseizoen evolueert van wel de keuzes te maken richting hoe specifiek wil ik blijven, blijven werken? En dan is duurtraining uiteraard iets waar je, uh, je ongelooflijk veel aandacht wil geven, naarmate je seizoen ook vordert. Ja. Er zijn ook ja. zeker periodes dat je ongetwijfeld veel meer aandacht kunt besteden aan krachttraining. Ja. Maar dat, dat je daar een juist evenwicht moet in zoeken van wat is nu op dit moment in het jaar belangrijk. En ongetwijfeld zijn er periodes dat je bij bepaalde atleten. Um, of dan gaat het ook bij nieuwe instromers, bijvoorbeeld op coördinatief vlak, like die misschien ook gewoon qua bewegingsvaardigheid niet sterk genoeg zijn. Dan zegt je, oké, okay, krachttraining is nu echt wel belangrijk. Mm -hmm. We willen die ook coördinatief beter leren bewegen, omdat, om op termijn progressie te maken richting veel meer gewicht kunnen verplaatsen in een back squat. Dus dat ja. zijn de afwegingen die je moet maken. Ja, ja. ja. Maar de, ja. Wat als doe je bij de over Richting een, een, een wedstrijd-specifieke periode. Dan moet je gewoon uh, duurtraining gewoon echt wel op de eerste plaats ja, stellen. Dat, dat is het advies ja. waar je naartoe bouwt. Hè? Ja. Meer ja, duurtraining absoluut. en duurtraining op de eerste plaats. En als je dan die ja. keuze hebt, dan liever dan een duurtraining dan dat je zegt, ja, die, per, dan per se die één of twee keer per week, die krachttraining. Kijk daar, kijk daar vooral mee uit, want nou ja, uh, je moet daarvan herstellen, spierschade en die kan je niet uh, in een wedstrijdperiode echt gebruiken natuurlijk. Is ja, dat, dat ook wat voor... we bij de roeibond zien, Matthias? Dat jullie de afgelopen jaren meer en meer op, ja. die, op die rustige duurtraining zijn gaan focussen? De duurtraining is meer en meer belangrijk geworden in het, in het roeiprogramma. Niet alleen uh, de, alle credits daarvoor naar wat Jaap-Jan Bastiaans hier de voorbije jaren in het programma heeft, heeft uitgezet. Uh, met meer en meer in te zetten op duurtraining. En vorige week was het World Rowing Coaching Conference en daar sprak Malcolm Brown en... Uh, Malcolm Brown is de, de coach van de Brownlees in. Uh, ah, in de triatleten. De triatleten. Ja. Ja. En die zei. Uh, er was een discussie tussen hem en de Britse hoofdcoach. En hij zei letterlijk: Van uh, ja, dit is, dit is mooi wat jullie doen. Hij had eens gekeken naar de meerjarenplannen van, van British Rowing. En zijn advies van... Ja, kan je toch niet gewoon meer doen. op een veilige manier op jongere leeftijd? Hmm. En dat was eigenlijk zijn algemeen advies. Meer rustige duur. Ja. Dan gaat het over meer, meer training. Ja, en dan gaat het wel meer over meer duurtraining. Ja, baard, moet, dat roeien, ja. moet dat roeien? zijn? Ik denk zeker niet. Uh, ik las vanochtend nog het artikel over. Uh, zeker in het wielrennen zie je nu ook uh, bij Jumbo onder 23 Hebben ze talent aan de haak geslaan. dat uh, het voorbije weekend wereldkampioen in de langlaufen is geworden. Ja. Ja. Dus ik denk dat er zeker. Uh, Ongelooflijk, zeker als het gaat over duurtraining, moet je goed kijken wat voor effect het heeft. Er zit uiteraard de technische component in, ook in, in elk sport, ook, ook wat wielrennen betreft. Maar als het gaat over duurtraining en de adaptaties die je kan realiseren, die adaptaties kan je met eender welke vorm van duurtraining gaan realiseren, uiteraard. Dus ik, ik zou een jonge roeier zeker aan, aanraden van gewoon, ga lekker fietsen, ga lekker hardlopen. Doe heel, uh, ga een stukje lang lopen, ja. doe wat wintersport, doe heel veel. Doe gewoon meer duurtraining dan het beperkt stukje roeien waar je op die jonge leeftijd kan. Want je bent niet sterk genoeg om veel te roeien. Mm. Dus technisch kan je ja, ook gewoon precies. niet, niet de, laat zeggen, dan, ja. de, noemen, de volle haal maken. Dat ja. is gewoon heel zwaar ja. voor je morfologie, voor je, je, ja. je lichaamstelsel. En, maar daar kan je op heel veel creatieve manier wel mee aan de slag. En dat is de eerste neiging waarschijnlijk van mensen om te zeggen: Ja, je moet, je moet sterker worden. Dus ga maar uh, krachttraining Krachting. doen of noem maar op. Ja. En jij zegt eigenlijk: Nee, wacht dat maar rustig af. Dat ontwikkelt zich wel. Ik dacht nog even: in, de, in die sporten, uh, ja, je doet andere sporten. Daar, daar houden wij van, als zijn de, wij zijn aanhangers wel van het ASM-model bijvoorbeeld. Ja, wil je ons zo al noemen? Ja, zeker, ja ik nee, wel. Uh, ik toen aan. dacht ik meteen: grijpkracht is natuurlijk ook belangrijk bij jullie. Uh, Gaan jullie als Euro, judoën? Uh, nee, dat, dat is zeker... Gevechtssport zit er bij ons niet in. En uh, nou, ik denk... Uh, grijpkracht is, is zeker, speelt ergens wel een rol. Maar uh, ook niet altijd. Het is, ook, het, het is niet dat je maximaal moet gaan grijpen in je riem. Dat is ook nee. zeker niet zo. Het is ook relaxed waarschijnlijk. Het gaat ook van een soort van ontspanning. als ja. uh, ah, ja. uh. ah, ja. ik kijk op de klok. Ja. We zitten al lekker uh, koffie te drinken. Is er nog een hot topic... Waarvan jij zegt, hé, hey, maar daar gaat mijn embedded scientist hart sneller van kloppen wat we nog niet geraakt hebben vandaag. Oh, je hebt, je hebt de tiende jaar nee vragen aangetikt en dat is het stukje pacing natuurlijk. Ja, ja. Dat, ja nee, ja, dat precies, daar ja, wilde ik ja, naartoe, ja, want daar gebeurt ja. iets heel interessants. Ja. Uh, de stelling was, een negatieve split is goud waard en daar uh, werd je ongemakkelijk van op de stoel. En zei je uiteindelijk nee? Vertel, wat zit daar achter die twijfel? Er, er, er zit veel meer in. En misschien eerst, het, ik, de reden dat ik er zo, door zo geboeid ben, is omdat ik afgestudeerd ben onder Jos de Konink aan ja. de VU. Uh, waar ik ongelooflijk veel aan, aan te danken heb qua kennis en inzicht in de bewegingswetenschappen en in inspanningsfysiologie. En aan pacing in het bijzonder. Ook mm -hmm. in triathlon heeft het mij altijd ongelooflijk geboeid. Uh, en in roeien zit je natuurlijk met het medium water, wat ervoor zorgt dat je waterweerstand... <tus> Of de weerstand heel veel verandert als ook de bootsnelheid veel gaat variëren. Maar wat gaat, als het gaat over pacing, dan, dan uh, moet je ook gewoon goed uitgaan van, uh, van wat is nu succesvol. En uh, als je kijkt naar wat succesvol is in het roeien, dan daarom zei ik nee op een, op een negatief split, omdat het uh, net een tikje anders is. Uh, het middenstuk in het roeien is gewoon een essentieel gegeven. Hè? Gewoon een snelste, middelste duizend, als je daar ongelooflijk veel kwaliteiten in hebt, dat is vaak een van de meest doorslaggevende factoren. Hè? Dus die, alles wat gebeurt tussen 500 en 1500 meter, dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, ja. Die eerste wat er dan aan die kop en die staarten gebeurt, daar zie je wel af en toe nog wel wat interactie. Er zijn ploegen die wel vanuit een goede start... Uh, daar al veel doen, hè? maar bijvoorbeeld hangt ook een beetje van het nummer af. Het zijn heel wat nummers waar bijvoorbeeld uh, als eerste door de 500 meter komen, waar dat dan niet zo uh, hmm. is. Maar dat vind ik wel interessant, want wij hebben met, met Stijn Menting bijvoorbeeld die onderzoek ja. gedaan heeft. De, vanuit het hardlopen met name zijn dan die, heb, dan zie je vaak die U-vormen. En die ja. zie je, maar het idee is, vlakker is beter, toch? Ja, het idee is vlakker. En dus de ufo om ziet... hard starten, hard finishen, ja. Midden en Ja, en, en rustig midden. Is in het roeien, ja, is dat inderdaad, jij zegt, het is een belangrijk iets, maar dat hoeft niet te betekenen dat het het snelste stuk is, per definitie. Of uh, is dat wel zo? Het, het, nee, het middenstuk is niet het snelste stuk, nee. dat zeker niet. Maar het is wel, het, het, het gaat om over wat is het meest succesvolle, daar we ja. het over. Wat is de meest doorslaggevende factor? En uh, een project waar ik nu uh, uh, waar ik, waar ik mee bezig ben, is ook eens te kijken van... Uh, ja, er is ook een, een Noorse uh, wetenschapper die er een publicatie heeft uh, rondgeschreven. Wat was er nu succesvolle, is de coefficient of variation? Dus hoeveel variatie zit er in een profiel? Ja. Ook tussen, tussen wat is nu succesvol op kampioenschappen en niet. Uh, ook een klein beetje vergeleken tussen bootklasses. Maar ik werk op dit moment met de mannen 8 en de mannen vier zonder. En in die studie zaten bijvoorbeeld geen mannen achterin. Ja, dat is iets waar ik nu wel door geboeid ben om, iets, om eens naar te kijken van wat is nu het patroon uh, van succesvolle mannen achter races, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Daar ben ik wel heel veel door geboeid. En dat staat hem, staat hem los van uh, los van enkel zuiver vanuit een negatief split verhaal te ja. redeneren. Je ja. zit je meer Zit het iets meer gespreid ook nog. Door maar wat ik dan wat we uh, weer ja. bij het, het roeien kijken. In hoeverre heeft roeien een, uh, een plan? Hè? Heb je gewoon een pacingplan en een tempo en een snelheid en zeggen vanuit de start je moet natuurlijk op gang Precies. komen. En dan zo snel mogelijk ergens komen vasthouden. Afhan afhankelijk van de omstandigheden. Of, kan of je dat redelijk, kijk je naar elkaar ja. en als je op kop ligt dan hou je in want op kop is genoeg. Hoe, hoe gepland of ongepland ja. verloopt zo'n race eigenlijk? Nou, ik denk, om succesvol te zijn, moet je altijd een plan hebben. En dat is, uh, dat is in het roeien niet anders dan in, uh, dan in eender welke sport. Dus dat uiteraard moet je een plan hebben. Uh, en dat is wel heel veel de discussie ook die, waar ik ook nog zelf heel veel uit leer, van, um, omdat het een ploegsport is. Dus je pacing is ook, wordt ook veel door, door het geheel bepaald en niet door één individu. Oh ja. En daar ook goed naar kijken. Um, dat, daar zit soms ook wel wat variatie in. Van hoe is nu de ene ploeg wel succesvol en, en de andere niet, met een bepaald wedstrijdplan, bijvoorbeeld? Um, maar, ik maar is het typische toe... plan? Uh, dit is ons tempo wat wij goed volhouden tot 1500 meter. Dus dit is de basis. Dan kijken we waar wij liggen en kijken we hoe hard ja. we nog naar lijn kunnen en sprinten. En af en in die tank ja. hebben hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Waar, ja, waar ik naartoe wilde is dat er ook. Uh, is dat het, het feit dat het één geheel is, dat het ook uh, wel natuurlijk moet, zien, moet mm. zijn. En ik denk ook wat. Uh, ik, heb, ik zou de podcast met Stan, ik heb uh, een stukje van zijn, van zijn doctoraat gelezen, en ik vond het heel boeiend. Ja. Wat, wat Pacing niet is, is iets wat zuiver extern wordt opgelegd. Van dit is nu het ideale plan met, vanuit een. Uh, nee. Vanuit een rigide structuur. Het is ook iets waar je, je ongelooflijk moet ontwikkelen, waar je moet trainen, waar je ook leert door één ervaring. Ja. En uh, omdat dat omdat ook te automatiseren en dat ook technisch op een vloeiende manier uh, te kunnen doen, want je kan ook bijvoorbeeld, zeg, als je nu zegt van een okay, uh, succesvolle roeibedstrijd is met een heel snelle eerste 500 meter, je moet voorliggen op de eerste 500 meter, stel dat dat succesvol zou zijn, dan uiteraard, een, iedereen kan dat, iedereen kan voorliggen ja. op de 500 meter, maar de manier waarop dat je dat plan uitvoert, ja. is natuurlijk, dat is natuurlijk de essentie, en hoe dat je dat inoefent. Ja. En, en dat is... Uh, dat is het belang en ook de Valkuil in, in pacing plannen en strategieën. Ja. Is hoe dat, dat plan ook in het, in het totaalplaatje komt. Hè? Ja. Maar er zijn, zeker ook, uh, er zijn zeker wel, je spreekt wel iets af van: oké, okay, we proberen um, zo doorheen onze wedstrijd te gaan, op verschillende afstanden doorheen de roeiwedstrijd, En dan kan er wat meer, is uh, een technische call op komen om wat scherper te blijven, om echt goed efficiënt te blijven. En uh, uiteraard zijn er ook calls om bijvoorbeeld een eindsprint in te zetten of om... Uh of om even te zeggen, ja, nu ga je ook eens een stukje mee proberen te gaan. Ja. Ja, nee. Want dat vind ik wel. Er zijn natuurlijk ja. die ook tijd, dat verandert, ook tijdens een ja, wedstrijd aan toe. Ja. Oké, okay, nu gaan we toch eens. Pro nu gaan we gewoon meegaan. Ja, die, ja, die, die, da daar was ik op zoek. Want dan wordt kijken leuker. Ja, wat, want als ik weet dat een boot helemaal achter ligt. En uh, ik leer nu van jou. Ja, maar dat kan. Want sommigen ja. hebben gewoon een plan. En we gaan in de laatste duizend versnellen. Of is het inderdaad een je zegt. hé, hey, wacht even, ze hadden misschien wel het plan, maar ze moeten mee. Ja. Dat helpt mij wel straks om in Parijs naar die roeiwedstrijden naar die te kijken. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar ons plan met de Mannenacht uh, op het voorbije WK. was in ieder geval niet om zo ver achter te liggen na 500 meter. Nee, nee, okay. nee, kijk nee want ik, ik keek inderdaad wat filmpjes van het WK. En, dat, en dan wordt inderdaad daadwerkelijk gesproken van: nou, hé, hey, er komt een aanval vanuit de tweede positie op de koppositie. Ah, Maar de mannen weten dat toch mooi af te, te stompen weer. Dus daar wordt wel gereageerd op elkaar, lijkt het. In ieder geval op die manier om te kijken. Van daar speelt natuurlijk die psychologie, is denk ik ook hartstikke belangrijk. Zeker. Lig je op kop of lig je ver achter? Uh, nou ja, dat ja. soort dingen. En jij, jij zei ja, dat kan je dan aanpassen, zeg maar. Uh, dan denk ik meteen aan enerzijds de slag, die een belangrijke rol speelt, waar we in het begin al over hadden. Maar je hebt ook die coach die langs de zijkant op die fiets, op die fiets. mee fietst. Is het, wordt er daadwerkelijk, heeft hij die rol? Kan hij vanaf die zijkant het pacingplan aanpassen? Of gebeurt het uit de boot zelf? Nee, de afstand is te ver. Het is, uh, dat is allemaal uit onze handen. Vanaf ze uh, op het water gaan is het echt aan de ploeg om het voor elkaar te, te, te spelen. En uh, om als geheel er het beste van te maken. Okay. Het enige wat wij kunnen doen ja, is, er op training en, uh, is er op training gewoon hard mee aan de slag gaan. Ja. Ja. Ja, ja. Leuk. Leuk. Ja, ik, um, we gaan ik afronden. Ga ja. ja, we gaan zeker kijken. Olympische Spelen. Laatste stelling was uh, een oh, Vlaming ja. in Nederlandse dienst. Maar uh, jouw toekomstplannen, Matthias, uh, is niet dat je eens even de Belgische Roeibond uh, de beste van de wereld gaat maken op dit moment? Nee, ik, ik, uh, ik maak geen. Uh, ik, ik ben niet zo van een carrièreplannen op dat vlak. Ik uh, laat heel veel op mij afkomen. Um, ik ben hier ongelooflijk graag in Nederland. Ik, uh, ik ben hier bijna twee jaar, wat ik nog altijd niet heel lang vind. Nee. Uh, ik, ik leer hier nog elke dag heel veel bij. Ik vind het uh, fantastische mensen om mee samen te werken. Dus ik ben hier ongelooflijk graag. Ik ben ook altijd heel benieuwd wat er in deze sport of op de lange termijn misschien in andere sporten op mij afkomt. Ja. Um, en ik probeer me vooral ja, gewoon als, als uh, gewoon uh, verder door te ontwikkelen om de atleten waar ik mee werk, om daar gewoon. Uh, uh, een extra meerwaarde te kunnen zijn. Ja. Nou, dan gaan we wel zien uh, waar Zeker. je daarmee uh, terecht komt. Ja. De stelling over het bakpoeder hebben we niet behandeld. Maar we hebben het eerder over de Roeibond gehad. in de specifieke aflevering over bicarbonaat. Dus uh, mochten nieuwe luisteraars daar meer over willen weten. dan uh, raad ik je aan om in de show notes uh, die even op te pikken. Uh, tot slot, uh, Matthias. Jij komt zelf uh, uit de triathlon. Ook wederom niet als prof, maar recreatief, hoorde ik ergens al. Uh, loop je nog steeds wel eens hard? Ik ben terug beginnen hardlopen sinds twee weken eigenlijk. Ja. Kijk en ik, heb uh, je al een goeie, goeie uh, mooie uh, ja. Active Dry Slimmer Presteren sportshirt? Dat kun je goed nee. gebruiken denk ik hè? <laughs> nee, nee, heb ik nog niet. Nee. Heel ja. goed. Nou dan uh, als special guest in deze podcast heb je twee dingen verdiend. Eén, zo'n shirt sturen we je kant op en oh, iedereen dankjewel. zegt: ik wil er ook één. Bestel hem in de webshop. En uh, we gaan jou uitnodigen voor de Slimmer Presteren Strava Club. Waar je hopelijk je wat kan laven en optrekken aan de trainingen van iedereen om je heen. En anders kunnen wij jou met duimpjes en kudos is geen verplichting, aan het hardlopen je, 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 proberen ja. te houden. Ja. Ja. Nou, dat is zeker, zeker een motivatie die altijd kan helpen. Ah, okay. ik, uh, ik heb de ambitie om de halve marathon van Amsterdam te lopen. Ah, okay. Iets waar trouwens heel wat roeiers ook. Uh, ja. Interesse nee. niet hebben om dat na de spelen eens een keertje te doen. Dus Maar oh, uh, probeer ik mijn wagonnetje een beetje aan te haken. Ja, Met helemaal handen. goed leuk. Hey, mochten we nou hele specifieke vragen binnenkrijgen, mogen we die dan eventueel nog even aan je voorleggen en daarop terugkomen? Ja, heel graag. Altijd ja. boeiend om met mensen dat ga ik, in interactie te uh, doen. Ah, en ik dacht meteen over twee jaar nog een keer, want dan komt LA28 eraan. Ah, ja. En dan nou, moet ineens de uh, korte geroeid worden. Exact, nou, hoe exact, hoe exact. pakken we dat aan daar de We bij vinden broeibond. het een uh, eer om je in ons netwerk te hebben, Matthias. En ik ga al onze uh, luisteraars en kijkers even uitleggen. Hoe kun je dan bijvoorbeeld vragen over roeien of over wat je vandaag gehoord hebt bij ons krijgen? Dat kan op een aantal manieren. Wij zijn de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn en de Ad Slimmer podcast op Instagram. Ga ons daar vooral volgen, dan dan weet je altijd op iedere vrijdag waar de aflevering van die week over gaat? Daar kun je onder reacties achterlaten en daar kun je mensen ook naartoe sturen. Of je kan onze website, www.slimmerpodcast.nl, ik heb hem al een aantal keer genoemd, daar vind je de webshop voor dit soort leuke shirts, maar vooral ook de aflevering. Iedere aflevering heeft daar een eigen pagina met de show notes eronder, de video erbij, de audio erbij. Dus mocht je iemand kennen voor wie deze aflevering interessant is, dan kun je die link naar ze doorsturen. Of. Jouw specifieke vragen voor over roeien of over andere Olympische sporten. Suggesties voor andere leuke Embedded Scientists die we in deze serie moeten pakken. Kun je sturen naar post.slimmerpodcast.nl Tot zover. Uh, op weg naar Parijs. Matthias, ga je zelf naar Parijs uh, als het zover is? Ja, zeker. Dus ik ben er helemaal, helemaal bij. Helemaal. Zullen wij met een extra scherp oog langs die waterkant turen ja. of we daar misschien een bekend gezicht... Heel bij, veel succes ja. daar in ieder geval. Ja, dankjewel. Okay. Veel plezier. We gaan jullie volgen en wellicht tot de volgende keer. Oké. Okay. Oké, okay, hartelijk dank. Hoi. Hoi. Wat goed dat je deze lange aflevering ook helemaal tot het einde uitluistert, want zoals je van ons gewend bent, krijg je nog een luistertip. Een aflevering uit ons rijke archief van de Slimmer Presteren podcast, waar we jou graag nog even op doorverwijzen om dieper ergens op in te gaan. Jurgen, we hebben het gehad over roeien en over het verschil tussen duur en krachttraining. Ja, ja dat is. Nou, dan denk ik ook aan aflevering 135 meteen over de anaerobe tank. Want dit is typisch een sport waar het belangrijk is om die te gebruiken, maar wel uh, nuttig te gebruiken en niet te snel uh, leeg te laten raken. Exact. En in die aflevering kom je erachter hoe je die andere open tank wat het is en hoe je hem sterker maakt. Een van de stellingen ging nog over bakpoeder, specifiek Zweeds bakpoeder. Mocht je nou de diepte in willen over bicarbonaat, kunnen we je ook nog wijzen op aflevering 57. Wij bedachten ons net wel, dat is voordat ik die bijeenkomst ja. bij de roeibond heb gehad. Maar daar leer je in ieder geval wat bicarbonaat voor een sporter kan betekenen. En dan denk ik toch ook meteen maar de aflevering over pacing. Die werd al genoemd met Stijn Menting. Over uh, vanuit de wetenschap van wat is nou de beste manier van pacen. En dan dit in relatie tot wat Matthias vertelde over de praktijk. Waar uh, ja, allerlei complexe factoren, psychologische factoren, tegenstanders allemaal uh, een rol spelen. Kortom, um, onze luisteraars krijgen het nog druk. Ja, succes.